De Bulgaarse ronde van het Europees rallykampioenschap is waarschijnlijk degene met de meest onuitspreekbare naam. De rally Zlatni Piazatsi. De start is in de stad Albena, op zo'n 300 kilometer afstand van de hoofdstad Sofia. In Albena zelf vind je weinig Bulgaren. Het enige wat ze daar doen is werken, want het is een zeer luxueus vakantieoord. De enige Nederlandse deelnemer aan het Europees rallykampioenschap is John Bos. Hij had een lange trip naar Bulgarije ondernomen om te proberen hoger op te komen in het Europees kampioenschap. Bos wil in de toekomst zelfs wereldkampioenschap rallies gaan rijden. Voor de start legt John uit wat voor rally het is. Het is een verschrikkelijk lange rally. Concurrentie is zeer groot. En ik hoop wel bij de top 4 te kunnen eindigen. Het nadeel hier is dat er zijn 3 gravelproeven. Waar zeker de 4-wiel aangedreven auto, zeker in de voort en in de bergen, waar een vermogen ook een grote rol speelt. De concurrentie bestaat onder andere uit de Italiaan Fabrizio Tabaton, voormalig Europees kampioen, en ook uit deze man, startnummer 1, Robert Droogmans, op de eerste proeven van de rally. Hij rijdt in een Lancia Delta, evenals dus Tabaton. De man die het gebied goed kent, want hij heeft al meerdere malen deelgenomen aan de Zlatni Piazatsi. Dit is Patrick Snijers, de jonge spectaculaire Belg in de Toyota Celica, die erg goed gaat dit seizoen. En hier dan John Bos, onze Nederlander. De man van wie velen verwachten dat hij echt heel hoog kan gaan komen. Want nog nooit was een Nederlandse rallyrijder zo actief in het Europees kampioenschap. En dat John heel veel in zich heeft, kunt u duidelijk zien. Zijn rijstijl is spectaculair, maakt af en toe wel een klein foutje, maar dat hoort erbij, want het is nou eenmaal een leerproces. Hij pakt de leiding, eerste proeven van de Zlatni Piazatsi. En dit is met start nummer 6, de Belg Marc Soulet. Heel veel Belgische rallyrijders die Europa induiken. En hier gaat Bos weer. En hij heeft het gas er goed op zitten. Verloor in de eerste paar proeven slechts iedere keer maar 1 à 2 seconden ten opzichte van de koplopers. En hier gaat weer Fabrizio Tabaton. Er waren natuurlijk ook lokale rijders. Dit is Stojan Kolev met start nummer 8 in een Ford Sierra Cosworth. Het was een zware rally, want regelmatig moesten de voorwielophangingen veranderd worden. De ene keer reed je op asfalt, dan weer was het gravel. En de veren en de poten werden aangepast. Hier is Kolev weer en dit gebeurt er met hem. Hij maakt een fout, rijdt het talud af. Nogmaals in herhaling. Stuurt in, haalt het niet meer en verdwijnt van de berg af. Einde wedstrijd dus voor Kolev. Veel lokale rijders natuurlijk ook. Dit is met start nummer 41, Alexander Mankian in een Lada. In Nederland rijden ook een paar van deze rallywagens. Patrick Snijers, onderweg weer. Hij heeft de leiding overgenomen in deze rally. Een prachtig gevecht was er gaande aan kop. Want Robert Droogmans, hier in beeld, lag op een tweede positie met slechts 1,5 seconde achterstand. In een rally is dat zeer klein te noemen. Droogmans en Snijders zijn de enige Belgen die het volledige Europees kampioenschap rijden. Hier gaat Fabrizio Tabaton, op dat moment op een derde positie. De Italiaan die al regelmatig Europees kampioen werd, maar zichzelf nog nooit een plaatsje heeft kunnen verwerven bij een echt fabrieksteam. En wie missen we dan? John Bos. Wat is er gebeurd? Op een gravelproef zoals deze is er een steen in het karter geslagen. En dat betekende einde wedstrijd voor John Bos. Hij lag op dat moment op een keurige 4e positie. En het is jammer dat hij in deze wedstrijd niet heeft kunnen scoren. Moet het dus de volgende keer proberen waar te maken. Droogmans, Tabaton en Snijders bleven elkaar in de haren zitten. En aan het einde van de wedstrijd was het toch weer Fabrizio Tabaton die aan het langste eind trok. Door het uitvallen van John Bos schoven er 2 Belgen een plaatsje op. Bruno Thierry werd 4e en Marc Soulet hier in beeld werd 5e. De snelste Bulgaar was Grigor Petrov in een Lada. De officiële uitslag dan. Eerste Tabaton, tweede Droogmans, derde Snijders en 4e Thierry. De stand in het Europees kampioenschap. Eerste Dario Cerato met 860 punten. Tweede Droogmans met 840. Derde Tabaton met 640. John Bos staat 8e met 290 punten.